Dan geef ik het woord aan mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Het eerste Grexit uit de geschiedenis vond plaats in 1982. Toen Groenland vertrok uit na een referendum uit de Europese Unie. Dat leverde nauwelijks problemen op. Een land dat over zijn eigen toekomst beslist, was toen niet ongewoon. De Europese vlag hangt er nu heel anders bij. Inmiddels hebben we één gezamenlijke munt, wat de vrijheden tot zelfbeschikking van landen drastisch inperkt. Voorzitter, het grote probleem is niet dat Griekse burgers potverteerders zijn. Banken uit Europese lidstaten hebben onverantwoorde risico's genomen bij het financieren van Griekse schulden. En toen die onhoudbaar werden, werd niet Griekenland gered, maar met name de Franse en Duitse banken. Van de honderden miljarden die werden uitgetrokken, kwam maar in ieder geval tot 2013 niet meer dan 11% bij de Griekse publieke sector terecht. Hoeveel is dat percentage nu? Voorzitter, er zijn heel veel vragen te stellen over dit Griekse drama. Rutger Bregman deed dat vandaag en ik noem maar enkele. Het land dat ooit de grootste kwijtschelding van schulden kreeg, Duitsland, wil nu elke cent terug van een debiteur in doodsnood. Met rente. Is dat rechtvaardig? Het IMF weet dat haar bezuinigingsbeleid Griekenland tot de rand van de afgrond gebracht heeft. Maar wil het koste wat kost doorzetten. Waarom, voorzitter? Jean-Claude Juncker beklaagt zich over Griekse belastingontwijking, maar heeft vanuit Luxemburg een compleet fiscaal promotieteam voor onder meer de allerrijkste Grieken en multinationals. Voorzitter, 40% van de Griekse kinderen leeft onder de armoedegrens. Grieken sterven omdat ze geen toegang meer hebben tot basale medische zorg. Dat maakt het wrang dat voormalig sociaaldemocraten in Nederland nu opeens hardvochtige deurwaarders blijken te zijn. Dat leden van referendumpartijen het Griekse referendum opeens een noodsprong noemen. Voorzitter, van deze Griekse tragedie zijn we niet alleen toeschouwer, we zijn er onderdeel van. Deze crisis is een volgende stap naar een één gezamenlijke financiële en politieke huishouding onder één centrale regie. Soevereine landen onder curatelen van Europa. Het zijn niet alleen de Grieken die hun democratie van de trojka moesten opheffen. Ook de burgers van de andere Europese landen worden door Brussel keer op keer voor voldongen feiten geplaatst. En nu op de bakermat van de democratie, een referendum organiseert, komen er vanuit Brussel onverholen stemadviezen en dreigementen. Dat, voorzitter, is een Europa van democratische staten onwaardig. Voorzitter, Griekenland is de grootste hervormer in de eurozone. Ruim een kwart van de Grieken zit nu al werkloos thuis. 30% van het overheidspersoneel is ontslagen en de lonen zijn met 37% gedaald. Alles wat we meer vragen van de Grieken is te veel gevraagd. En wat de superrijken en de grootbedrijven in Griekenland betreft, daar heeft Nederland duimendik boter op het hoofd. Griekse grootbedrijven laten hun belastingontwijking namelijk via Nederland lopen. Graag een reactie van de minister-president. Voorzitter, er voltrekt zich een humanitaire ramp in Griekenland. En dat maakt het extra pijnlijk om woordvoerders in dit huis zich vooral zorgen te horen maken over onze export. De euro is geen bindmiddel, maar een splijtswam. Europa heeft geen leiders, maar slechts bedrijfsleiders. Een Europa met het bedrijfsleven als aandeelhouder en landelijke politici als uitvoerders. En de Partij voor de Dieren zal niet meewerken aan deze heilloze koers. En ik verzoek de regering daarom ook om verdergaande integratie voor dit moment stop te zetten. En voorzitter, ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel. Dank u.